aardig restoor, NEC Vallecano. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Nou, ik vond het een bijzonder nuttige wedstrijd. Ik denk ook dat de omstandigheden zo waren. Ik vond het heel leuk om naar te kijken. Er zat heel veel energie in de wedstrijd. En daarin heb je kunnen zien dat ons team vorm krijgt. Met alle goede en wat minder goede dingen die daarbij horen. Uiteindelijk staat er dan 1-2 op het scorebord. Wat ging er mis vandaag? Nou, die 1-2, daar kijk ik niet zo erg naar. Dus er zijn bepaalde dingen die wil ik absoluut beter hebben. Nou, een van de voorbeelden daarin is dat op het moment dat we druk zetten, dat we met z'n allen moeten doen en niet met 9. En dat ging soms heel goed, maar dat ging soms ook niet goed. En dan deden de 2 niet mee of zo. En ik vond in balbezit dat zij vroegen echt het uiterste van ons. Hè. Gaven heel goed druk en waren wat dat betreft ook zeer agressief. Ja, dan wil ik daar net even wat meer vrijlopen en ook net even wat meer lef in zien. Vond u NEC in bepaalde fases ook slordig in deze wedstrijd? Ja, vooral in de slotfase vond ik, dat kon je wel zien. Dat in de laatste 20 minuten ongeveer, dat de vermoeidheid een rol ging spelen. Nou, dat is aan de ene kant geen schande, want dat hoort ook bij de voorbereiding. We hebben niet of nauwelijks gewisseld. En aan de andere kant, als je dat vergelijkt met de tegenstander, is Primera Division, dat kon je zien, was hoog niveau. Maar zij wisselden wel heel vaak. En dat betekent dus dat dat er bij ons spelers stonden, die hadden op dat moment al 70 of 80 minuten gespeeld. En bij de tegenstander, sommigen die hadden nog maar 5 gespeeld. Nou, dat kon je goed zien en dat hoort er ook bij. Søren Rieks viel in, nieuwe speler van NEC, linksbuiten liet je hem lopen. Wat vond je van hem? Nou, ik vind het moeilijk om op basis van deze paar minuten daar iets over te zeggen. Maar als je er iets over kunt zeggen, dan is het wel dat hij zich eigenlijk meteen gedroeg alsof hij al een tijdje meeliep. Je kunt aan hem zien dat hij een uitstekende techniek heeft. Zijn voortzetting wil hij graag naar voren doen. En ook op het moment dat de tegenstander de bal heeft, dan snapt hij wat er van hem gevraagd wordt. Dus ik denk dat... ongeveer de kenmerken zijn. Al met al blij dat hij gekomen is. Vooral aan de linkerkant natuurlijk. Zeker. Ja, kijk, we willen nog enkele spelers hebben. Nou, hij is een van die spelers geworden. Die hebben we hard nodig. En ik vind dat spelers van dat niveau, die kun je altijd gebruiken. Succes nog. Dankjewel.